Ik ben Jaal Vinks en we zijn op de kunstroute in de tuin van Thorbecke, waar ik verhalen vertel. Verhalen van de kunstobjecten die hier vandaag en morgen tijdens de kunstroute hangen. Kunstobjecten gemaakt door Judith Bloetjes, Janine Melaai en door Geert Keuter. In de ogen van de verliefde ben ik niet alleen een ring, maar vorm ik het begin van een nieuw leven. Een leven waarin alles anders zal zijn. Judith en Geert zijn vrienden van me, maar bovenal bewonder ik het werk van Judith al heel lang. Zij maakt echt zulke prachtige dingen en het wordt ook steeds beter en beter. Dus ik wilde haar heel graag in deze tuin hebben. Janine kende ik niet en zij is aan mij gekoppeld door Resi van de Ploeg, die de kunstroute organiseert. Judith maakt sieraden, onder andere sieraden van porselein en van zilver. En daarnaast maakt ze ook sculpturen. En hier in de tuin, tijdens de kunstroute, hebben we zowel de sieraden liggen als een van haar sculpturen staan. Slaan van de pauken, kwak ze me op de schijf. Pas, au. En daar begin ik al te draaien. Sneller, steeds sneller, tot de tonen van de muziek zich mengen tot een dronken zigeunerorkest. Nou, ik schrijf doorgaans over de levens van mensen, zowel voor de krant, ik ben journalist, als in mijn boeken. En toen dacht ik, voor die kunstroute laat ik het perspectief eens veranderen en laat ik eens kijken of ik vanuit het object kan schrijven. Kan je een ring tot leven wekken? Vinks is ook blij met het werk van Janine Melaai in haar tuin. Het belangrijkste stuk is de ketting. Dit is gemaakt van Belgisch natuursteen. Er zit volgens mij ook Portugees steen in, maar dat weet ik niet zeker. Er zit in ieder geval marmer in. Hij is gemaakt voor de plataan in de Hortus Botanicus. Daar heeft hij nooit gehangen. Maar ik ben heel blij dat hij nu wel hier hangt. In de Hortus waren ze een beetje bang dat de takken er zouden van afbreken. Maar hier hebben we hem zo weten op te hangen dat het allemaal goed komt. Dus hij hangt eindelijk waar hij moet hangen, namelijk een ketting voor een boom. Waarom zou je zo'n tuin willen delen? Mijn man en ik, Mark en ik, zijn natuurlijk enorme bofferts dat we dit hebben kunnen kopen. We wonen hier nu een half jaar en we zijn echt zeer gelukkige eigenaren. Maar als je zo'n tuin hebt, en dat is natuurlijk het grootste deel van het jaar, is die ook echt van ons en dan zitten wij erin en verder niemand. Maar ik wilde zo'n grote mooie tuin ook op een aantal momenten in het jaar wel delen met de stad. Op een manier die bij ons past. Op een manier dat we het ook wel in de hand kunnen houden. Dus daarom hebben we ook gezegd niet meer dan 30 man in de tuin. Maar behalve dat die van ons is, is dit ook historische grond. En is dit toch ook een beetje van Leiden. Het is niet alleen maar van ons. Wie de tuin van Thorbecke deze kunstroute heeft gemist, krijgt dus nog wel een kans. Nou, dit was inderdaad een try-out om gewoon eens te kijken. Ik had hem zelf al een keer gedaan, maar ja, in je eentje is het natuurlijk anders dan wanneer je met een grote groep gaat. Dus ik was heel benieuwd hoe dat gaat als je met 30 man ook langs kleine bruggetjes komt en zo. En sowieso wat reacties zijn. Zo'n 30 geoefende hardlopers renden zondag door het centrum van Leiden. In bijna 2 uur tijd ging het parcours over 100 bruggen. Organisator Jeroen Maters wilde testen of een 100 bruggenloop mogelijk is in de sleutelstad. Hij kijkt tevreden terug. Ik vond het fantastisch en volgens mij hebben de deelnemers ook, dat is natuurlijk het belangrijkste, ook genoten van rennen over 100 bruggetjes langs de mooiste grachten, de mooiste singles. Dus ik ben gelukkig. Hoe heb je de route bepaald? Ik wilde eerst de buitenkant van de binnenstad doen. Dus de singles aan de noordkant, singles aan de zuidkant. En dan het tweede deel echt de binnenstad in, tot en met het hart van de binnenstad, Academiewijk. En op het eind de Havenwijk, dus daar bij de meelfabriek en de haven. Er zijn de meeste bruggetjes te vinden, dus het mooiste bewaren voor het laatst. Heb je ze geteld? Nee, want op een gegeven moment had je er 3 achter elkaar en had ik eigenlijk maar door dat het er 2 waren, dacht ik. Terwijl er toch 3 te zijn. Het zijn er zoveel, je hebt de helft eigenlijk niet eens door. Alleen de hele zware kuitenbijters, die merk je al. Wat is zo'n zware kuitenbijter? Het gedeelte bij de meelfabriek zitten een hoop kleine bruggetjes. De laatste hier, wat is dat? De visbrug volgens mij. Die is natuurlijk heel pittig. Maar dan ben je er bijna. Dan is het niet erg meer. Heb je hiervoor geoefend? En hoe doe je dat? Ja, nou ja, inderdaad. Die kan je eigenlijk niet voor oefenen. Ik woon zelf in de polder. Daar hebben we helemaal geen bruggen. Dus dit is echt een stukje karakter wat je mee moet nemen.
Maar tuurlijk, ik loop vaker hard. Maar het was wel weer heel nieuw om over zoveel bruggetjes te gaan. Dat is erg leuk. Ik weet niet of je dit kan doen zonder dat iemand je voorloopt. Broekje, hoekjes om, je komt op plekken waar je nog nooit geweest bent. En ja, heel mooi. Hoort dus heel gaaf. Ja. Enthousiaste reacties dus. Maar betekent dit nou dat Leiden er vanaf volgend jaar een hardloopevenement bij heeft? Als het aan ons ligt, zouden we heel graag het volgend jaar voor het Echi willen doen. Maar goed, ja, het is natuurlijk wel een logistiek, organisatorisch enorm evenement. Dus we moeten de komende tijd echt even goed kijken of het allemaal ook daadwerkelijk gaat lukken. Wij willen toch meer dan 3,5% in 3 jaar? Volgens de bonden gaat het om de grootste actie ooit bij Universitair Medische Centra. Het personeel voelt zich niet serieus genomen. Nou ja, het is, de werkdruk is hoog, ook in de researchafdelingen van het ziekenhuis. We moeten steeds meer doen in steeds kortere tijd. Dus daar mag wel wat tegenover staan. En daarom draaien ze vandaag een zondagsdienst en moeten afspraken worden afgezegd. Ook de operatiekamers staan leeg. Er wordt alleen spoedzorg geleverd. Je wil gewoon alles voor je patiënten, maar ja, als jij niet de goede dingen daarvoor krijgt, ja, dan is het op een gegeven moment is klaar. De emmer zit vol. 1% over 3 jaar is gewoon veel te weinig. En zelfs die 3,5 die ze bieden voor specifieke groepen, verpleegkundigen en verzorgenden vooral, is in verhouding tot wat we elders afspreken, dus bijvoorbeeld ambulancezorg, gehandicaptenzorg, gewoon niet voldoende. En ze gaan door, want de volgende actie staat al gepland voor 26 oktober. Het LIMC heeft begrip voor de acties, maar zegt weinig voor de medewerkers te kunnen doen. Wij zijn geen bedrijf waar de prijzen ineens even 10% omhoog kunnen. Dus we zullen afhankelijk van wat de overheid ook beschikbaar stelt, kunnen kijken wat er mogelijk is voor het personeel. Maar ons personeel is hartstikke belangrijk. We willen mensen ook houden in de zorg en daar staat ook een goede vergoeding tegenover. Ja, het speciale was wel dat we voor het eerst, in ieder geval in mijn periode, fysiek bij elkaar hebben kunnen vergaderen. Zoals iedereen ook zegt, wat ze misten aan het digitaal vergaderen is de, laat ik zeggen, de lichaamstaal. Wat gebeurt er buiten het spreken om? En dat is mooi om te zien. Je ziet ze elkaar aankijken. Wat zeg jij nou? Moeten we dat niet nog zeggen? Ja, dat hoort bij vergaderen. Dus ik denk dat dit weer mooi was. Ik hoop dat we dit lang kunnen volhouden. Ik heb stiekem op 16 juli vorig jaar, toen ik hier eventjes was, een foto gemaakt op mijn toekomstige plek. Maar dat bleek echt een toekomstige plek te zijn. Maar vandaag hebben we weer fysiek met elkaar kunnen vergaderen. En ik denk dat je het zelf al gemerkt hebt, Robert, is af en toe een wat geanimeerde, misschien jolige sfeer. En ja, dat is van die eerste keer. Nou, dat moet kunnen. U had vanochtend een verrassing voor de burgemeester van Leiden. Ja, dat kan je wel zeggen. En het is aardig gelukt, want hij stond onder de douche. Hij had volstrekt niks in de gaten. De werkdag van de Leidse burgemeester Henri Lenverink begon donderdag muzikaal. Oud-ambtenaren John Olivier en Hein van Woerden verrasten de burgervader met een draaiorgel en een bos bloemen, omdat Lenverink vanaf vandaag een bijzonder record op zijn naam heeft staan. Ja, ik begrijp dat ze hebben uitgerekend dat ik vandaag de langzittende burgemeester van Leiden ooit ben. En dat bedoelen ze eigenlijk van na de gemeentewet, dus midden 19e eeuw. Want ik hoorde net dat er daarvoor nog eentje gezeten heeft waarvoor ik nog even moet blijven om die in te halen. Ja, u moet de mij van Streefkerk nog inhalen. Ja. Hoe lang moet u dan nog? Ja, ik geloof ergens tot maart volgend jaar. Van Woerden rekende het precies uit. Lenverink heeft met 6713 dagen onder andere het record van Kees Goedkoop verslagen. Ja, en niet alleen hij, maar ook burgemeester van Kinschot, die één dag verslagen heeft. En burgemeester Goedkoop 2 dagen. Ik heb dat 19 jaar geleden of 25 jaar geleden uitgerekend toen Kees Goedkoop wegging. En ik denk, ja, dat moeten we nou ook weer doen met Henri Lenverink. Olivier herinnert zich de eerste dagen van Lenverink nog goed. Hij was een zeer gedreven wethouder in Arnhem. En de burgemeesterschap vraagt een iets andere rol. En daar heeft zich uitstekend in ontwikkeld. Maar dat ging niet vanzelf. Om vanuit een wethoudersrol, zeg maar, de burgemeestersrol. En naast wat hij heeft zich ook heel erg ingespannen in verbeterde samenwerking met de Universiteit Leiden.
Het is gewoon een ontzettend leuke stad met ontzettend veel leuke dingen. En dan heb je ook wel heel veel plezier in je werk. Dus dat is wel fijn. Mooi begin van Leids ontzet. Ja, geweldig begin. Ik vind het superleuk. Maar ja, wat moet ik hier nou verder? Hoe moet je dit nou uitleggen, moet ik eerlijk zeggen. Dit is echt wel heel gek. Wij hebben toen gezegd, gezien de gezondheidsrisico's, dat doen we niet. Maar toen hebben we ook al wel gezegd, we vinden karbietschieten wel een traditie die je niet zomaar aan de kant kan schuiven. Dus die willen we behouden, maar dan wel op een gecontroleerde manier. Zonder dat het echt veel overlast voor anderen met zich meebrengt. Vandaar buiten de bebouwde kom en op je eigen terrein, zodat niet overal, ik weet niet of het zou gebeuren, maar overal maar karbiet geschoten gaat worden. Er is natuurlijk één plek binnen de bebouwde kom waar het een jaarlijkse traditie is. Dat is bij het jongerencentrum Utopia. Maar daar maakt u een uitzondering voor. Nou, we hebben in ieder geval gezegd, want we hebben ook contact met de organisatoren. We hebben in ieder geval gezegd, daar gaan we naar kijken. Sowieso, als je wil afwijken van de APV, moet je contact opnemen. Ook al wil je iets in de openbare ruimte met de gemeente. En dan maken we afspraken hoe je dat dan doet, zodat het veilig en gezond is. Dus dat gaan we met hen bespreken. Omdat we denken dat Haasbroek ligt dan wel net binnen de bebouwde kom, maar wel zodanig veilig en zonder dat het heel veel overlast voor anderen geeft, dat we dat daar zouden kunnen toestaan. Maar dat willen we wel met elkaar bespreken, zodat we wel weten wat er gebeurt. Grote vreugdevuren, dat zit er niet meer in, denk ik. Nee. En dat zien we zelf niet zitten. De omgevingsdienst geeft ook aan, dat moet je echt niet meer willen. Want dat is zo ontzettend belastend voor het milieu. Daarvan zeggen we, nou, laten we dat niet meer doen. Maar leuk vinden we het wel als er wat karbiet geschoten worden, want dat hoort bij Zoeterwoude. Dit is dus een voorbeeld van de actief kool die we doseren in deze installatie. En na het mengen heb je dus een slurry en dat ziet er zo uit. We hebben hier een tank, een opslagtank. Dat kun je er bovenin zien. Daar zit de actief kool. Die kopen we gewoon in. Die actief kool wordt hier binnen vermengd met water. En dat water met kool wordt gedoseerd in de tank die je hiernaast ziet, de beluchtingstank. In die beluchtingstank daar zit normaal onze bacteriën die het afvalwater zuiveren. Die kool voegen we er extra aan toe om ook die geneesmiddelen en andere microverontreinigingen te binden en daardoor te verwijderen. Dus mensen nemen vaak medicatie in en die medicatie gaat gewoon mee met, ja, plat gezegd, de poep en de pies. Komt op de afvalwaterzuivering en spoelt eigenlijk voor een groot deel door naar het oppervlaktewater. Er is steeds meer onderzoek, wordt het bekend dat gedrag van dieren die in het water leven, wordt beïnvloed. Dieren die bijvoorbeeld jagen, stoppen met jagen omdat ze bepaalde medicatie binnenkrijgen, waardoor ze dat niet meer doen. Of dieren die normaal zich verstoppen zich niet meer. Nou, dat willen we eigenlijk niet meer hebben, dat is niet goed. Jullie zijn samenwerking aangegaan ook met ziekenhuizen en apotheken. De samenwerking met die groepen is vooral gericht op bewustwording. We kunnen niet mensen het slikken van medicijnen laten weigeren. Dat kan niet. Je kan niet zeggen stop met slikken. Dus proberen we mensen wel bewust te maken van joh, het effect is wel dat wat je slikt komt in het water terecht. Uiteindelijk. En zelfs in je drinkwater als we niet oppassen. Door ook bij huisartsen en apothekers, ziekenhuizen daar bewustwording bij te kweken. Van let op, ook wat je zelf kan doen in het voorschrijven van medicatie, maar ook gezond leven stimuleren. Zelf niet dingen weggooien, kun je daar al heel wat in verbeteren. Leidens ontzet begint elk jaar zo'n beetje met de mini-koraal. Leerlingen uit groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Leiden en de naaste buurgemeentes komen dan bij elkaar om te zingen. En mini-koraal is coming home again op de Garenmarktplein. Nou, we zitten nu in groep 7, dus het is de eerste keer. Een beetje spannend. Ik vind het super spannend, want het is de eerste keer. Hebben jullie veel geoefend? Ja, tuurlijk. Waarom niet? Ik vind La 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 Leiden het leukste lied. Ik denk wel Tra La La Leiden. La 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 Leiden. Pieter van der Werf. Reuzenlied. Geuzen komen de stad bevrijden met de haring al in de boot. Haring, hutspot, witte brood. Haring, hutspot, witte brood.
Dit hoort erbij, hè? Het is geen 3 oktober zonder mini-koraal op school. Ja, dat moet er gewoon bij horen. Heb je het vorig jaar gemist? Ja. Wat is er mooier dan mini-koraal met zoveel kinderen en alle Leidse liedjes dadelijk zingen? Nee, we kijken er ontzettend naar uit. Zijn naam rijmt op de Meijer. Hier is Jochem Meijer. Het is wel eens de leukste stad van Nederland. Het is de leukste stad van Europa. Het is de leukste stad van de hele wereld. Het is waanzinnig om hier weer te zijn. Ja, super. Nou laten we dat het voor jou de laatste keer is. Ja, het is mijn laatste mini-koraal. Dus lichtelijk weemoedig, lichtelijk geëmotioneerd. Maar soms is het ook tijd voor andere mensen om op te staan weer. Toch? Dat is goed. Nou, waar iedereen door de hond kan praten. En het wordt grappig. Nu 6-7 jaar gedaan en dan is op een gegeven moment vind ik het leuk. Ja, nee, ja. Weer andere dingetjes doen, toch? En op een gegeven moment als het dan weer... Nou ja, nee, het is goed zo. Het is gewoon goed. Soms moet je gewoon... Ja, op het hoogtepunt stoppen zeggen ze wel, het is oké zo. Heerlijk. Het is niet dat je het niet meer leuk vindt. Nee, dat is toch waanzinnig om te doen. Superleuk. En, maar ja, tijd voor anderen. Tijd voor nieuwe mensen om weer op te staan. Toch? We hebben Mart Hoogkamer. We hebben zoveel mensen die hier goed zijn. Kom goed. Een transporthelikopter van het Nederlandse leger heeft dinsdagmiddag voor de nodige onrust gezorgd in de stad. Meerdere mensen vroegen zich rond 2:30 af wat de Chinook-helikopter boven Leiden deed. Een Leidenaar vertelde tegen Sleutelstad dat het leek alsof de helikopter probeerde te landen in het Jacques Eurlesplantsoen. En dat klopte bijna. Want tijdens het oefenrondje boven de stad landde de helikopter naast het voetbalveld van FC Boshuizen aan de Boshuizenkade. Daar werd door militairen een reddingsoperatie geoefend. Het lagen over de stad vliegen en landen op niet-standaard landingslocaties hoort bij de training, heeft de luchtmacht laten weten. De helikopter vloog via Leiden-Dorp en Zoetewoude naar Leiden en is na een aantal oefenrondjes weer weggevlogen richting Wassenaar. De training is ook in Alphen aan de Rijn en Breda gehouden.